Goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van QN Studio Sport. Het is vandaag zondag 24 november. En wat hebben wij allemaal voor u in petto? Nou, wat betreft het lokale gedeelte, sowieso het heetste item van deze week. Dat is het feit dat Suriname, zeg maar, poolwinnaar wordt en zich gelijk plaatst voor de Gold Cup. En natuurlijk ook promoveert naar League A. Los daarvan hebben wij ook gehad de start van de tweede divisie van de SVB. En ook nog een item over het Bike Femberfest. En wat betreft het buitenlands gedeelte, zoals u weet, altijd wel La Liga voetbal, Premier League voetbal, Serie A. We hebben ook een wedstrijdje in de Eredivisie. En natuurlijk ook de NBA Top 10. We gaan er heel even uit en we zijn zo bij u terug. En welkom terug bij mij in de studio. Vandaag twee gasten. En dat zijn niemand anders dan Dien Goree, ik moet het gewoon zo zeggen, de bondscoach van Suriname. En Kelvin Leerdam, profvoetballer bij Seattle Sounders. Heren, goedenavond. Goedenavond. Alles goed bij Kelvin? Ja, gaat goed, gaat lekker. Ja? Ja. Mooi, je hebt een mooie week achter de rug natuurlijk, net zoals Dien dat heeft. Ja, ik heb twee mooie weken achter de rug eigenlijk. Landskampioen geworden en ik heb het mee mogen maken dat die jongens zich geplaatst hebben voor de Gold Cup. Ja. En promotie naar de A-League, zoals u zei. Precies, precies. Je bent nog niet in actie gekomen. Nee. Je bent zelf ook nog bezig met het dubbel paspoort. Daar komen we zo op terug. Maar je had vast al deel willen uitmaken van deze ervaring, of niet? Ik heb het gedeeltelijk meegemaakt. Ja, ik bedoel, je weet wat ik bedoel, als speler. Als speler, ja, natuurlijk. Natuurlijk wil je het liefst op het veld staan. Mm-hmm. Maar ik heb mijn bijdrage geleverd waar ik kon. Ik heb met die jongens meegetraind. Ja. Ik heb tips kunnen geven en ze staan open voor alles. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik zei, ik heb het gedeeltelijk meegemaakt. Maar uiteindelijk wil je toch het liefst op het veld staan, want dan heb je meer invloed. Dat je de ervaring hebt gedeeld, Kelvin, dat geloof ik helemaal. Mm-hmm. Als je mengt tussen de jongens, ja. Je praat met de jongens, je geeft je adviezen als profvoetballer zijnde. De trainingen, zoals je het zelf zegt. Het is gewoon een fantastische week geweest, Dien. Ja. Ja, toch? Ja, goed. En dat waren dus de hoogtepunten uit deze wedstrijd. Suriname wint gewoon met 2-1 van Nicaragua. En je kan gerust zeggen, Dien, het sterke Nicaragua. Ja, inderdaad. Zij wilden natuurlijk wel van ons winnen. Dus ze zijn met alle kracht gekomen. En we hebben laten zien dat we ook een sterke Nicaragua kunnen winnen. Ja, natuurlijk heb je ook in de geleden gehad. En natuurlijk ook logisch dat je met hem in de basis staat. Nigel Hasselbank. Het is eigenlijk zelf met de ogen gewoon zichtbaar. Wat het verschil is tussen een absolute prof. Iemand met jarenlange profervaring en de jongens die richting prof willen, zeg maar. Ja, dat is duidelijk. Wat ik altijd heb gezegd van tevoren is dat wij jongens in Suriname spelen met heel veel talent. Ja. En die jongens die de kans hebben gekregen om in Nederland op te groeien, spelen met heel veel talent en een hele goede opleiding. Mm-hmm. En dat maakt uiteindelijk het verschil tussen beide kanten. Oké. Okay. Zou ik toch wel willen weten van jullie hier beiden. Ik ga toch eerst aan jou vragen, Dien. Het moment dat de 90 minuten om zijn en daarnaast ook nog die 6 minuten blessuretijd. En de arbiter die fluit voor de laatste keer. Ja. Ja, dat is een moment van emotie. Moeilijk te beschrijven. Ik heb heel veel mooie momenten in mijn carrière meegemaakt. Maar deze staat echt wel bovenaan als het gaat om emotie. Ja. Kijk, we zijn 1,5 jaar begonnen hier met deze jongens. We hebben gehuild samen, we hebben gelachen samen. Ja. We zijn boos geweest op elkaar. We hebben het goed gemaakt. Mm-hmm. We hebben zoveel momenten gehad in die 1,5 jaar daar, waar de ontlading na hetgene wat we hebben behaald was gigantisch. Ja. En dat is dat was ook te zien bij die jongens. Ik heb nog nooit zoveel emotie gezien bij een groep in één keer. De uitbarsting was wel speciaal. Ja, hoe vond jij zelf, Kelvin, dat Suriname stond te verdedigen, die wedstrijd? Ik vind dat we het goed hebben gedaan. Ik denk niet dat Nicaragua heel veel grote kansen gehad heeft.
En, niet heel veel? Nee, mm-hmm. Ik vind het wel meevallen. Ik denk dat wij meer grote kansen hebben gehad dan dat zij hadden. Maar uiteindelijk, in zo'n wedstrijd gaat het om wie wil het meer. Ja. En ik denk dat die jongens van ons hebben laten zien dat ze het meer wilden. Mm. Want je weet, als je 6-0 wint thuis, ja. En je gaat naar Nicaragua, dat ze alles uit de kast gaan halen om de wedstrijd te winnen. Ja. En wat ik zeg, die jongens hebben er alles aan gedaan, kaarten gepakt waar ze konden. Ja. Maar toch met heel veel slimheid, geen rode kaarten, niet uit de tent laten lokken. Mm-hmm. En dat is al een grote stap die ze gemaakt hebben, denk ik. Ja. Door gewoon altijd de rust te bewaren. En ja, ze hebben het heel knap gedaan. Over de rode kaart gesproken, want je hebt net over rode kaarten gehad. Die we probeerden te voorkomen, is ook gebeurd. Maar is dat ook de reden dat je Ivan Neeldomisijan naar de kant haalde? Absoluut, ja. Kijk, hun beste speler op dat moment, gevaarlijk op die positie, op de linkerflank. Die kwam erin in de tweede helft. Dus. En hij pakte die eerste kaart, had misschien nog wel een penalty tegen kunnen krijgen, ook nog. Ja, dat was heel, ja. Dat was een heel discutabel. Ja, wat de scheidsrechter voor het eerst eindelijk een beetje mee. Laten we het zo zeggen. Deze maar dat partij. Moet ook kunnen. Geluk was aan onze zijde, ja. 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 En soms heb je hem tegen, soms heb je hem mee. En nu hadden we hem mee, want vorige keer hebben we nog gehad over de scheidsrechter dat we tegen hadden bij die goal. Hè? Dat we gelijk, exact. Dat we verloren. En nu heb je het dan mee. En, maar goed, als je gaat kijken naar die kaarten die we hebben gepakt, ja, Bisijan kon ik niet meer erin laten. Mm-hmm. Eigenlijk Dawson wilde eruit, want die was op. Oh, Dawson was op. Dawson was op, dus hij vroeg voor een wissel. Mm-hmm. Maar omdat we geen risico wilden nemen met Bisijan, dan moesten we Dawson rechtsback zetten. Juist. En vervolgens hebben we gekozen om Deira naast Bisijan te zetten. Precies. Of naast Dawson om te helpen met die nummer 10. Gewoon ter ondersteuning. Puur ter ondersteuning. Maar dat, ja, kijk Dien, ik ben maar de presentator, weet ja, je. Ja. Maar we praten wel eens over een potje voetbal. Ja. Los van in het programma natuurlijk, ook even de buiten. Je wil altijd wat meer weten. En als je het van een bondscoach kan horen, dan is daar hoor je het maar al te graag van hem. Ja. Maar ik schrok er wel even van, toen je Deira, als 17-jarige denk ik... Ja. In zo'n beladen wedstrijd gooien. Ja. Het deed me een beetje denken aan het moment waarbij Danny Blind de grootste fout eigenlijk maakte. Mm-hmm. Door met Matthijs de Ligt op 17-jarige leeftijd in het centrum van de Nederlandse verdediging te beginnen. Ja. En de Ligt die doet het gewoon pas slecht tegen Bulgarije. Ja, ja toch? Klopt. Maar zonder dat hij eigenlijk... Zonder dat dit eigenlijk kan helpen. Want hij is gewoon nog niet ready daarvoor. Mm-hmm. Ja, klopt. Maar dit is een andere situatie. Want we hebben een spits eruit gehaald. En gewoon een extra verdediger erin gezet. Het was niet een verdediger voor een verdediger. Nee. Dus in principe komt hij voor een spits erin. En hij moet gewoon zorgen dat alles wat de ballen die hij kreeg wegschieten. Precies. Ja, want we voetballen niet meer. Ja. En het ging ook niet om een voetballen. We hebben tegen Sint Vincent, stonden 2-0 voor... En uit handen gegeven uit de laatste minuten. Ontstond er daar ook zoiets waarbij Suriname niet meer aan voetballen toekwam? Ja, nee, we probeerden dus toch nog te voetballen. Mm-hmm. En toen speelden we gelijk uit. En toen hebben we ook gezegd van we moeten proberen wedstrijden te winnen. En dan gaat het niet om hoe mooi het is. Ja. Maar het gaat erom, als je dan uiteindelijk voor staat, moeten we moeten het vasthouden. Ja. En daar hebben we op getraind. We hebben ook vaak getraind, 10 minuten te spelen... 1-0 voor Oranje. Ja. En dan moeten ze 10 minuten met een man minder die 1-0 verdedigen. Mm-hmm. En dan is het lelijk. Ja, en die andere moet dan scoren. Ja, maar dan gaat het nog puur om het resultaat. Ja, en het was niet mooi voor het oog. Ja. Maar het was wel mooi voor onszelf. Precies. Maar ook Campbell, Kelvin, die kwam niet bepaald goed weg bij een actie daar in het strafschopgebied. Ach, nee. Ja, of hij kwam juist goed weg. Hij kwam goed weg. Het was in ons voordeel uiteindelijk dat hij op penalty kwam. Maar ik vind het een mooie voetballer. Ik heb twee keer met hem getraind. Het is een jongen die altijd de voetballende oplossing probeert te zoeken. Aha. En dit was gewoon een ongelukkige actie. Die bal stuit. Weet je, er zat geen snelheid meer in. En die, exact. En die aanvallen van Nicaragua, die is gewoon slim. Die gaat gelijk naar de grond als hij contact voelt. Juist. En soms heb je een beetje geluk nodig. Mm-hmm. En in dit geval was dat geluk aan onze zijde. Ik kom zo meteen op dit moment terug, Kelvin en Dien. Want je hebt ook een moment natuurlijk waarbij... Bij de 1, bij de tegengoal, de 2-1, krijgt Kleidel Kogi nog toch al de gele kaart? Nee. Niet dus? Nee.
Oké, okay, dat is dus... dat werd dus gezegd door heel veel mensen. Ja, ik zag de gele kaart voor Kleidel Kohinoor ook niet. Nee. Maar achteraf werd dat steeds gezegd. Kleidel heeft de gele kaart gehad. Nee, helemaal niet. En de arbiter is ook nog geweest te kijken in zijn boekje. Allemaal. Dus de vierde official. Grensrechter. Ja. Allemaal zeiden, het is, hij heeft nog geel gehad. Precies. Maar hij had geen geel gehad. Het was een vechtpartij toch? Precies, bij die goal. Ja. En uiteindelijk is hij gewoon weggelopen, heeft hij gewoon die bal bezit. Hij heeft iedereen gewaarschuwd en hij heeft geen kaart gekregen. En dat zou toch genoteerd staan als hij... Tuurlijk, hij pakte zijn gele kaartboekje en hij schreef erin dat doelpunt. Mm. En zij dachten misschien, hij schreef om het die gele kaart te geven, maar de gele kaart moet zo gegeven. Precies. Dus wij wisten al van, ja, dat is niks aan de hand, want hij heeft geen geel gehad. Denk je dat Nicaragua, zeg maar, het ook aan zichzelf te danken heeft... dat het de arbiter helemaal niet meer mee had aan de hand van hun gedrag, zeg maar. Want het werd gewoon geduwd. De arbiter werd gewoon geduwd van links naar rechts. Vooral bij de situatie met Campbell en de aanvallen. Ja, toch? Ik moet eerlijk zeggen, als ik in die situatie zou zijn van die kraken, had ik hem misschien ook zelf nog geduwd. Ja, ik snap het. Je hebt soms een scheidsrechter tegen, soms heb je hem mee. En dit was gewoon, dit had zo moeten zijn. Het zijn dus momenten geweest... Kelvin, je hebt het zelf gezien, waarbij je zegt van nee, dit was de avond voor Suriname. Alleen maar al waar de 1-0 begint. Een fantastische redding van Kleidel, zeg maar. Oké, okay, de bal kwam wel recht op hem af, maar hij houdt hem eruit. En gelijk dan de paas daarna op Ivenso, die via, met een beetje geluk, middels een beetje geluk, toch nog alleen komt. En alleen op het doel afstevend. De 1-0 wordt ook niet perfect ingeschoten. Het is een goal. In de korte hoek, maar het is een goal. Het is een goal. Ja. Het is een goal. Ik vond hem goed ingeschoten, maar die keeper had wel beter moeten zijn. Ja, toch? En dan krijg je ook het moment natuurlijk van Nigel Hasselbank. En dan zeg ik van ja, daar loopt nu dus een profvoetballer. Want het is echt een doelpuntje à la Dennis Bergkamp. Ja, pure klasse. Gewoon even tikje voorbij de verdediger. Hij loopt gewoon voorbij en hij plaatst hem in de hoek. Ja, het begon bij die geweldige paas van Convalius. Ja, die ook klopt. Dat moet je zeker ook op zijn stropdas. Hij krijgt hem perfect mee. Hij neemt hem aan in de loop gelijk. En hij tikt hem over de verdediging. En hij speelt hem beheerst gewoon in het zijnet. Ja. Zeker. Geweldig, geweldig gekomen. Ja, goed. Nou, dan is het natuurlijk ook zo geweest dat de hele selectie en natuurlijk ook de bondscoach gehuldigd is. En we gaan even kijken naar bepaalde van deze beelden. Dus ik verwacht ook een warm en daverend applaus voor alle spelers. Deze jongens hebben ons maandag nog, wat zeg ik, heel Suriname en niet alleen Surinamers hier in Suriname, maar ook ver buiten de grenzen flink wakker gehouden en de buurt ook flink wakker gehouden. Want voor de mensen die niet hebben gekeken, die hebben dankzij dit geweldige resultaat ook mee kunnen genieten. Dus dames en heren, mag ik dat als eerste horen voor Kleidel Kohinoor. En daar is hij, dames en heren. Mag ik het nog een keertje horen voor Kleidel Kohinoor? En natuurlijk ook voor Obrento Huisvoud. Ivanildo Misijan. Miguel Darsson. Albert Nipte. Ronaldo Campbell. Cecinho Deira. Anduelo Amuferi. Cecinho Eduard. Renzo Accrosi, Gilberto Croni, Abraham Gravis, Okino Wens, Irvin Chonaloy. Dames en heren, blijf u vooral doorklappen, want ze zijn allemaal helden. Jamie Nana, Dimitri Apai, Ivenzo Convalius, Nigel Hasselbank. Cerezo Habo, Brian Elshot en Kevin Pandoy, dames en heren, Nacho. En natuurlijk.
natuurlijk de hoofdtrainer, niemand minder dan Dien Goré. En dan wil ik meteen Dien uitnodigen, Dien. Want dan mag jij natuurlijk de rest van je sterrenstaaf uitnodigen. Dus zeg het maar. Moet ik het uit mijn hoofd doen? Uit je hoofd? Je bent zoveel met deze heren. Kelvin Leerdam. Die zijn we vergeten. En Kelvin Leerdam. Nee, geef niet. Op de eerste plaats een fantastische assistent. Eugène Verwijn. Jack Mangali. Stefan Burke. Niels Sakimin, ben je er? John Gambier. Onze arts Manku. Mario Renve. Ben je iemand vergeten? Ben je iemand vergeten? Je vraagt het aan mij. Heren, is er nog iemand vergeten? Harvey Vliet. Gespeeld. Het onthaal gisteren op Zanderij was waanzinnig. En dan vandaag gaan we nog eventjes door met feest vieren. Hoe voelt dat voor jou aan? Want het is een lang avontuur geweest om tot op de dag van vandaag te komen. Ja, het was hectisch. Heel erg emotioneel. Ik heb nog nooit zoveel jongens bij elkaar zien huilen. Maar ja, de voldoening was daar. Dus we hebben iets fantastisch neergezet. En daar gaan we even nog van genieten. Heel erg goed. Dien, je mag bij de rest van je selectie gaan staan. Dames en heren, Dien Goré. En dat waren dus enkele beelden van de huldiging van de nationale selectie. Natuurlijk ook een hele bijzondere avond voor jullie. Geweldige avond. Een avond waar we van hebben gedroomd. Mm-hmm. En dat dus werkelijkheid is geworden. Ik zei ook tegen die jongens toen ze opstonden. Ik zei, jongens, het is geen droom geweest hoor. Ja. Het is echt. En dat was mooi. Precies. En jij bent dus, Kelvin, de tweede gegadigde, zeg maar, om te gaan spelen voor Suriname. Ja. Wat voor gevoel is dat voor jou? Voor mij fantastisch. Ik ben hier geboren. Opgegroeid, naar school gegaan. En, welke leeftijd trok je naar Nederland? 10. Ik heb mijn Surinaamse paspoort gehad tot mijn 16e. Zo. Dus uiteindelijk heb ik mijn Nederlands paspoort gekregen. En nu heb ik dan weer mijn Surinaamse. En ja, het voelt gewoon goed. En ik kan niet wachten tot het maart is eigenlijk. Jij speelt op de rechtsbackpositie, Kelvin? Rechtsback, middenveld, centraal achterin. Ik heb, okay. Ja. Ik heb bij Ronald Koeman heb ik op alle posities gespeeld. Bij Peter Bos heb ik op alle posities gespeeld, behalve keeper. Ja, dus ja, ze zeiden altijd tegen mij, als je slim bent, kan je overal spelen. En ze vonden mij een hele slimme speler, vooral tactisch. Dus ja, ze vertrouwden me erop dat ik op al die posities kan spelen. En ik heb volgens mij mijn vertrouwen nooit geschaad. Ja, oké. Okay. Ik wil zeggen bijvoorbeeld dat als jij erbij komt en nog enkele van jullie jongens, dat er een soort van concurrentiestrijd gaat ontstaan. Natuurlijk zullen de jongens die lokaal voetballen hier, die zullen zich langzamerhand gaan optrekken aan jullie, qua niveau. Zie je, ik had het daar net over de rechtsbackpositie. Zie je een jongen als Ivan Hilwemisijan bijvoorbeeld nog beter worden dan hij nu is? Ja, en er is wat je zei, er is genoeg potentie hier. En alle kleine beetjes die je die jongens mee kan geven gaan helpen. En vooral omdat ze nu op een hoger niveau gaan spelen. Ja. Zeker omdat ze gepromoveerd zijn naar de E-League. Ja, dan speel je tegen pros van Mexico. Ik snap het. En dat gaat het niveau alleen maar omhoog brengen, want hoe hoger de weerstand, hoe beter je wordt. Je moet sneller denken. Mm-hmm. En ja, dat gaat iedereen alleen maar beter maken. En ook omdat wij met z'n allen bij elkaar komen om die jongens te helpen, zullen ook onze clubs naar die jongens gaan kijken. Want iedereen wil die wedstrijd natuurlijk zien. Ja. Suriname staat niet op de kaart en wie weet worden de jongens vanuit Suriname weggeplukt. Ja. Naar sterkere competities, waardoor het algemene niveau van Suriname omhoog gaat. En kleine kinderen die nu 8, 9, 10 jaar zijn, zeggen ja, ik wil ook als Missie Jan zijn of Kroni of
ja, wie dan ook. Ik snap het. Dus het is een hele belangrijke stap. Ja. En ik denk dat wij een hele belangrijke rol daarin kunnen spelen. Maar ja, iedereen gaat het natuurlijk zelf moeten doen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Dien? Ik kijk er naar uit. Ja. Want het gaat een hele mooie... We gaan een hele mooie tijd tegemoet. Mm-hmm. En ik weet niet of iedereen dat wel beseft. Ja. Maar de manier... tenminste niet de manier, maar de kwaliteit wat Suriname heeft... Mm. Met de jongens die erbij komen. Ja. Dat gaat op topniveau zijn. Precies. Kijk, daar weet je dat ik het dus daar net heb gevraagd aan Kelvin. Het is logisch dat een voetballer op een gegeven moment zijn plafond bereikt. Ja, ja toch? Ja. En daarom vroeg ik het dus even ten aanzien van Misijan. Ik heb gewoon de naam Misijan genoemd. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een Albert Nipte die de 25 al is gepasseerd. En nog een aantal andere jongens die de 25 al gepasseerd zijn, weet je. Dus daar dacht ik even aan van, wat als er nu 5-6 profvoetballers zich melden bij de nationale selectie. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn, zoals je dat zegt. Je moet uiteindelijk kijken naar het eindresultaat. Ja. Zie je die jongens zich nog optrekken aan het niveau van absoluut. Die jongens? Absoluut, je bent nooit te oud om te leren. En het gaat erom hoe goed je bent. Je hebt talent. En dat talent moet je uiteindelijk moet je die, zorgen dat het uitkomt wat erin zit. En dat, ja, kan je alleen maar doen als je met betere spelers speelt. Of tegen de betere tegenstander speelt. En ik denk dat dit die jongens hun niveau gewoon, ondanks welke leeftijd ze ook zijn, omhoog gaan. Mm-hmm. Oké. Okay. En hoe moet je denken aan jongens als Ryan Donk? Ja, we hebben dus Ryan Donk. Die al vanaf het begin ook van, dat we spraken, dat is Kelvin, ja, in de pijplijn zit. Jozef Zoon, mm-hmm, Mikael Nelom, ja, Mitchell Donald, Charon Sherry, Diego Bisseswar. Dat zou een hele goede zijn. Dus dat zijn, we hebben 8 jongens die in principe, heel veel jongens van de Feyenoord in maart bij het team komen. Ajax-opleiding, Feyenoord-opleiding, PSV-opleiding, ja, beste opleiding... Ja. In Nederland dus. Ja, hopelijk kunnen we echt iets overbrengen. Beste, ja, opleiding in Nederland. Men zegt ook wel dat Nederland de beste voetbalscholen ter wereld, heeft. Dus ja. Weet je? Ja, dat is ook zo. Anders, ja, waren we allemaal niet op de top. Haps trouwens. Ja? De naam van Haps werd ook genoemd. Ja. Maar is hij, denk je echt dat Haps die beslissing nu al zou maken? Hij is toch nog vrij jong. Haps is 25. Ja. Ja, nou, de toekomst gaat het uitwijzen. Ja. Ik ben begonnen met een aantal spelers die aan een bepaald profiel voldoen. En dat profiel is niet alleen maar dat ze voor hunzelf deze stap nemen om naar Suriname te komen en voor Suriname te spelen. Mm-hmm. Maar ze hebben dezelfde karaktereigenschap wat Kelvin ook heeft. Ze willen het verbeteren. Ze willen de jongens hier wat meegeven. Juist. En ze willen zorgen dat het in alle stappen wat we doen, dat ze betrokken zijn om het hele plaatje omhoog te krijgen. Ja. Dat betekent ook in de jeugdvoetbal, ook de jongens een goed voorbeeld zijn voor de rest van de spelers. Goed. Suriname, die gaat dus deelnemen aan de Gold Cup. En dat is voor het eerst, althans deze vorm van de Gold Cup, deze editie van de Gold Cup. 2 keer eerder is dat ook wel gebeurd, maar dat had toen een andere benaming. En ja, dingen werden toen anders benaderd. We gaan even kijken naar de eindstand in Pool B, groep 4. En dan zien wij dus in League B, groep 4, zien wij dan dat Suriname op de eerste plaats eindigt met 13 punten uit 6 wedstrijden. 16 doelpunten voor, 5 tegen. Sint-Vincent en Grenadines die blijft haken op 11 punten. Nicaragua die eindigt met 7. En Dominica die weet op de laatste speeldag ook nog 3 punten te pakken. En eindigt dus op 3 punten uit 6 wedstrijden. Goed. Dat is het dus. Dean, ik heb nog 1 vraag aan jou. Vertel. Heb jij op een of andere manier geprobeerd een telefoontje te plegen naar de coach van Dominica? Ik denk dat je dat op zijn minst nog wel moet doen. Nee, we hebben goed contact gehad voor de wedstrijd. Oké. Okay. En goed contact na de wedstrijd ook. Dus, okay, ja. Nee, ik heb je ook tips gegeven? Ja, natuurlijk. ik heb een goede verstandhouding met hem. We hebben elkaar in Londen ontmoet, ja, okay, vorig jaar. Ja. En daar hebben we met elkaar opgetrokken. Dus ik kende hem al voordat we speelden. Mm-hmm. En hij zei ook, hij belde ook, hij zei, tenminste toen ik hem belde, zei hij ook van, luister, ik heb het niet voor jou gedaan hoor. Hij zegt, want ik kan niet de hele competitie spelen en dan zonder 1 punt
eruit gaan. We hebben het nogal over gehad, hè, Lien? Ja. En toen hadden we het nog even over de wedstrijd Dominica-Suriname. Ja. Toen zei ik nog, Dominica wil uiteindelijk ook punten pakken. Punten pakken is het niet oppassen geblazen? Ja, klopt. En jij zei nog, ja, inderdaad. Ja, ja. Ik was meer, ik had meer moeite met Dominica dan Nicaragua. Ja, is dat zo? Ja, dat heb ik ook gezegd. Juist, omdat Nicaragua een voetballende ploeg voetbal, is. Dat past ons meer. Beter. Juist, ja. Precies. En, inderdaad. En Dominica en Sint-Vincent, dat zijn teams waar je gewoon onberekenbaar zijn. Mm-hmm. Die zijn moeilijker tegen te spelen voor die jongens. Hè? Ja. En verdedigen en maar lange bangers, fysiek sterk. En precies. En heb je nog favoriete positie ook nog? Mensen verwachten dat je tegen Nicaragua is het gewoon een voetballende wedstrijd. Mm-hmm. Dus dat ligt ons meer. Oké, goed. Nou, jongens, het was leuk jullie erbij te hebben in het programma. Kelvin, ik wens je heel veel succes met je carrière. Alsnog gefeliciteerd met het landskampioenschap daar in Amerika. In Amerika. Dean, wij horen nog altijd van jou wat er gebeurt. Ja. Dag na dag. Ja toch? Ja. De voorbereidingen naar de Gold Cup toe en noem maar op. Ik neem aan dat er internationale friendlies plaats zullen vinden. En dat er niet meer geoefend zou worden tegen een Guyana en een Frans-Guyana. Ja, ik denk dat we voor een... Dat gebeurt vaak, hè? Ja, toch? Ik denk dat die vraag is al gesteld, hoor. Gevoel moeten. Ja, ja toch? Ja, nou, ze zeiden eigenlijk, Guyana moet je tegen spelen. Want het is zoals als Nederland-Duitsland. Ja. Die moet je juist spelen. Oh ja, ook de loting heeft plaatsgevonden, hè, van de UEFA, de U20 CONCACAF Championships. Die heb ik nog niet binnen. Oké, die zijn inderdaad binnen. Wij brengen nu even de flipkaart. Ja, en dan zien wij dat Suriname in een pool zit met Haiti, Panama en Trinidad en Tobago. En ja, dan kan je gerust zeggen, dat zijn ook niet de minste tegenstanders. Dat wordt pittig. Ja, toch? Ja, zeker. Goed, nu ga ik jullie dan echt uiteindelijk bedanken. En zeggen van, Dean, wij zien jou gauw terug. Ja. En Kelvin, wij wensen jou alvast heel veel succes in de nationale selectie. Dankjewel. Goed. Dat waren dus Dean Goree en Kelvin Leerdam. De tweede divisie van de SVB is van start gegaan afgelopen donderdag. En de competitie werd geopend met de wedstrijd tussen Inter Sofia en Sunny Point.
Sofia tegen Sunny Point. Bij mij aangeschoven is Winot Kalu. Winot, goedenavond. Hey, goedenavond Rashid, hoe is het met jou? Rustig. Mooi man. Bij jou ook? Ja, het lukt wel. Mooi. De tweede divisie is eindelijk van start gegaan. De eerste divisie nog niet. Wat voor voetbal mogen we dit seizoen weer gaan verwachten in de tweede divisie? Nou, ik denk dat de tweede divisie sowieso spannend zal zijn. Met de komst van een aantal teams, de promovendus dus meegenomen. Zal denk ik wel een mooie competitie en tegemoet te zien. Ja, je hebt gisteren een Sunny Point in actie gezien. Je hebt een Sofia in actie gezien. Je hebt een Sea Boys die zich ook heeft aangesloten in de tweede divisie. Als er zoveel clubs uit de lidbonden pas zijn komen bijkijken, dat wil dat dan niet zeggen dat je een beetje een drop krijgt in het niveau? Kijk, nu kan je dat niet zeggen. Sowieso, als je kijkt de tweede divisie in vergelijking met de lidbonden, zou je zelf op papier wel eens kunnen zeggen van er is een verschil. Ja. Ik denk dat de tijd al uit zal maken, omdat je moet rekening houden met het feit dat de voorbereiding van de teams die zich nu geplaatst hebben in de tweede divisie. Wat voor voorbereiding hebben ze meegemaakt? Hoeveel spelers hebben ze aangekocht of bijgehaald? Hoe sterk zijn ze nu geworden? Dus dat kan je niet zeggen dat je nu al kent van dat ze een iets wat zwakkere team zijn. Ja, ze zijn een promovendus. Sofia is een promovendus. Seaboys is een promovendus. Maar in vergelijking, je hebt sowieso ervaren teams in de tweede divisie die daar zijn blijven hangen. Mm-hmm. Zeg maar, als ik het zo mag zeggen. Ervaring hebben ze sowieso mee, sowieso meer dan die teams die pas zijn bij komen kijken. Maar je kan ze niet bij de look nemen. Nee, sowieso. Maar dat dit soort teams bijvoorbeeld promoveren vanuit de lidbondenklasse, wil je ook zeggen dat er toch wel wat geld zit daar zo bij die kleine clubs? Sowieso, zonder geld is het niet mogelijk. Sowieso niet, Rashid, wat je zegt. Met geld gebeurt heel veel. Zoals ik eerder heb aangehaald. Je hebt teams die zijn gepromoveerd, ze moeten sowieso spelers bijhalen. En die spelers haal je niet alleen maar bij monden bij, je moet ze wat geven. Mm-hmm. En wij weten allemaal wat de cultuur is in Suriname nu. Hopelijk met de komst van de licentie, dat wel weer wat anders gaat zijn, waarbij dan zeg maar het bestuur de gelden beter kan besteden, anders kan besteden dan voorheen. Ja. En dat de spelers ook een stukje zekerheid ook hebben met de komst van de licentie. Dat ze ook een contract kunnen krijgen van de club. En dat ze daarmee ook dan vast hebben van hoeveel ze gaan verdienen per maand. Oké, goed. Er is natuurlijk ook nog meer gevoetbald in de tweede divisie. Het ging donderdag van start, maar er is tot gisteren aan gevoetbald. En dit zijn alle uitslagen. En van de uitslagen gaan wij even naar een ander item. En dat heeft te maken met motorfietsen. En dat is het Bike Vember Fest. Dat eigenlijk is begonnen aan het begin van deze week. Van de afgelopen week. En doorloopt tot overmorgen, als ik het goed heb. En het is dus een soort fest waarbij motorfietsen van de ene plek naar de andere plek te trekken. We brengen even enkele hoogtepunten.
Al dus enkele hoogtepunten van het Bike Femme Fest. Dan ga ik weer even terug naar Winot. Winot Suriname plaatst zich voor de CONCACAF Gold Cup. We hebben zojuist Dien Goree op bezoek gehad met Kelvin Leerdam. Ik heb het ook gevraagd ten aanzien van de jongens die voor Suriname willen uitkomen. Wat er eigenlijk gebeurt met de jongens die hier voetballen en nog in de selectie zitten. Het zou, hoe je het ook draait of keert, moeilijker worden om hun plekje te behouden binnen de selectie. Ja, sowieso Rashid. Ik heb ook het voorrecht gehad om heel kort met de trainer te praten daarover. Ik heb hem ook een persoonlijke vraag gesteld. Het is toevallig die vraag die je hebt gesteld, heb ik hem ook gesteld. Mm-hmm. En de komst van die 8 jongens, denk ik dat het een feit is. Het ligt al in de pipeline om die jongens hier te hebben. Mm-hmm. Natuurlijk is het een concurrentiestrijd. Waarom zeg ik dat? Met die jongens die dan in het buitenland voetballen of bezig zijn te voetballen, met hun ervaring meegenomen, is het een concurrentiestrijd naar de jongens toe hier. Mm-hmm. Maar uiteindelijk als trainer, wanneer je verder wil gaan, ga je van de beste willen meenemen. Ja. Omdat je hoe hoger de ladder op gaat, hoe meer druk je gaat krijgen als land, als team. Ja. Dus je gaat uiteindelijk je ervaring moeten opkrikken. Ja, en denk je niet dat, ik noem maar een voorbeeld hoor, Albert Nipte, Rinaldo Campbell en Irvin Tjonaloy, dat zijn bijvoorbeeld 3 centrale verdedigers. Denk jij dat, om zo te zeggen, koppen gaan vallen? Als het al 2 andere centrale verdedigers ook nog van profniveau komen binnen de selectie? Met de komst van deze spelers, Rashid. Kijk, als trainer zijnde kan je zeggen van een koppen kunnen vallen. Mogelijk is, het is een mogelijkheid. Wie presteert, die blijft. Als je wil blijven op je plek, moet je presteren. Ja. En uiteindelijk is het een keuze van de trainer die vindt van wie de beste is. Van, als je concurrentie hebt bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, een centrale verdediger. Als je 3 centrale verdedigers is maar een voorbeeld, noem ik al, of 2. Nou, van die 3 of die 2 centrale verdedigers die je hebt, moet je kijken van welke ga je gebruiken. Ja. Welke heeft een betere voorbereiding meegemaakt? Welke heeft meer een wedstrijden in zijn voeten? Ja. Minuten bedoel ik. Mm-hmm. En uiteindelijk ga je dan als trainer een keuze moeten maken. Ja. Dus dat betekent niet dat met de komst van die andere jongens vanuit het buitenland, zeg maar, die voor ons gaan nu gaan voetballen voor Suriname, dat het een feit is dat onze jongens die allang op de weg hebben getimmerd en nog steeds blijven timmeren. Ja. Dat ze dan gegarandeerd hun plek zullen verliezen, dat betekent dat niet. Maar net wat ik zei, het is een besluit die de trainer uiteindelijk gaat moeten nemen. Ja, helemaal waar. Dan ga ik je bedanken voor je participatie, Winot. Hartstikke fijn je erbij gehad te hebben. Ja, jij ook bedankt voor die uitnodiging. Goed. Dan wens ik je een hele fijne kijkavond verder en ik zou zeggen tot de volgende week. Goedenavond.